Onze huwelijksproblemen waren dusdanig serieus dat de eerste 12 jaar van ons huwelijk dat we denk ik wel 3 keer op punt hebben gestaan van scheiden. De eerste jaren van mijn leven eigenlijk wel, of de eerste 20 jaar zelfs van mijn leven, heb ik denk ik altijd wel een slecht zelfbeeld gehad. En ik denk dat dat later ontwikkeld is naar depressie toe. En zeker ook in mijn varenstijd. Ik heb 10 jaar gevaren. En in die tijd was ik veel alleen. Ik werkte 's nachts in de machinekamer en dat soort dingen. En dan daar heb ik wel eens achter op een schip gestaan. Te denken dat als ik nu overboord stap, midden op de Oostzee, dan heeft niemand meer last van mij. En dan is alles opgelost. Toen ik Esther leerde kennen, ben ik eigenlijk gestopt met varen. En, maar bleef, de slechte zelfbeeld bleef wel in stand. En vaak liepen dingen op totdat ze een soort tot explosie kwamen. En dan kreeg Esther de volle laag daarvan. En vervolgens heb je daar direct weer spijt van. Maar het leed was al geschied, zeg maar. Bart was een hele lieve vader, maar door onverwerkte zaken had hij wel de neiging om gemakkelijk uit zijn vel te schieten. En had echt wel een boosheidsissue. Onze jongste dochter Denise heeft zelfs een keer een heel weekend achter hem aangelopen terwijl hij met de badkamer bezig was om die te verbouwen. En hij liep zo te tieren en te schelden en te allerlei lelijke woorden te zeggen. Dat zij het hele weekend met een blaadje om hem heen heeft gelopen. En aan het eind van het weekend kwam hij boven op de slaapkamer. En toen lag er een heel mooi boekje dichtgevouwen met daar bovenop papa's scheldwoordenboek. Dat kwam echt wel binnen door dat alleen al te zien op het kussen. Wat zij ontvangen had van mij als vader. En ik wilde als vader ook gewoon een goed voorbeeld zijn. En dat bleek dus helemaal niet het geval. En ik schaamde me diep voor wat zij opgeschreven had. En ik ben met haar naar haar toe gegaan en ik heb excuus aangeboden. En ook beloofd dat ik dingen zou veranderen. Ik heb God daar echt wel bij gevraagd om te helpen. De eerste 12 jaar van ons huwelijk zijn niet makkelijk geweest. Juist door mijn ongecontroleerde boosheid die er soms uitkwam. En ook mijn liefde voor Esther die werd daardoor aangetast, zeg maar. En, ik heb op een periode, wij kwamen al in een gemeente en waren echt op zoek naar wat God in ons leven wilde doen. En ik heb echt een periode gebeden dat God mijn liefde terug zou geven voor haar, want anders dan kon ik niet meer verder. En in die periode hadden we nog een reisje te goed naar Amerika. En we besloten dat we dat gingen doen. We kwamen in Pensacola, Florida terecht en onze voorganger had het benoemd dat mensen daar massaal naartoe kwamen. Mensen zaten urenlang, hele dag soms voor die kerk te wachten om 's avonds naar binnen te mogen. Omdat de kracht van God zo tastbaar was in die kerk. En ik dacht nog van, wie gaat er nou voor een kerk zitten wachten om alsjeblieft naar binnen te mogen. Maar uiteindelijk waren we nieuwsgierig genoeg om toch naar binnen te gaan. En in die kerk was de muziek gewoon heel krachtig. En er was er een Amerikaanse spreker, Steve Hill, die echt zo'n echte Amerikaanse schreeuwer, zeg maar, waar eigenlijk voor een Hollander alles, al je haren rechtop gaan staan. Maar hij sprak het woord van God, wat gewoon heel erg naar binnen kwam. Uiteindelijk vroeg hij of wij ons wilden bekeren, of we zaken hadden in ons leven waarvan we ons moesten bekeren. En die waren er. De zaken die ik in mijn leven moest veranderen, hadden met mijn huwelijk te maken, ook met Esther. De afstand die ik van haar genomen had, de emotionele afstand ook. Niet meer willen geven aan haar. Gewoon in je hoofd misschien zelfs al ontrouw. Ik ga het toch niet redden. En daar kwam het slechte zelfbeeld ook bij kijken. Van, ik kan dit toch niet en ik ga falen. En dat veranderde instant. Dat God me kracht gaf om weer vooruit te kijken en weer hoop te hebben. En ook liefde voor Esther weer te voelen.
toen wij naar buiten liepen na de dienst, toen was Bart in één klap was die veranderd. Hij sloeg zijn arm om me heen en was echt stapelverliefd op me. En het duurde 9 maanden voordat ze ook een woord terug zei erop. En daarop ging reageren. Ik was wat afwachtend van, nou, mij benieuwen hoe lang het duurt dat hij zo anders is. En hij ging voor me bidden, hij legde me de handen op. En dat heeft echt 9 maanden geduurd voordat ik een beetje durfde te ontdooien. En echt wel begreep dat dit een blijvende verandering was. Over de jaren heen is mijn zelfbeeld enorm veranderd. Ik ben zelfverzekerder en ik durf echt gewoon het leven goed aan te kijken. God heeft daar een enorme rol in ons leven in gehad. En ik denk ook gewoon een stuk volwassen geworden, zoals het hoort ook. En gesteund door Amerikaanse mensen. En hebben we 7 jaar lang mannen, vrouwen en echtparenweekenden mogen doen. En daar talloze mensen meegenomen in dat proces van genezing en heling. En hun leven te veranderen zoals God het bedoeld heeft. En ons leven is eigenlijk heel voorspoedig gegaan. We hebben prachtige kinderen en kleinkinderen. Maar in 2021, toen Esther ziek werd, toen kreeg je dingen toch wel even een andere wending. Toen de corona haar overviel, vielen onze dromen weg voor de toekomst die we hebben. Omdat ze toch zieker uitgekomen is dan dat we hadden gedacht met de uitval. Dus onze dromen waren weg en mijn gevoel van falen kwam weer terug. Ik kon mijn werk niet meer goed doen. Ik kon thuis niet meer functioneren zoals het hoorde. Ik kon voor Esther niet goed zorgen. In die periode heb ik wat hulp gezocht om gesprekken erover te voeren. Maar op een dag had ik de indruk dat God tegen me sprak. Hij die trouw is en die zal zijn als een boom geplant aan het water. En zal op zijn tijd vrucht dragen. En die tekst die kwam 3 keer terug. En op een ochtend zat ik bij de psycholoog om te praten erover. En ik had dat ook doorgebeden. En eigenlijk was het probleem van zwaarmoedigheid en depressie wat ik na de coronatijd gekregen had, eigenlijk instant weg. Daarmee was ik nog niet hersteld en Esther zeker ook niet. Maar ik kon weer vooruitkijken en kon weer de toekomst zien. En die hoop die blijft staan. En betekent niet dat je niet meer vatbaar bent voor negatieve gedachten. Maar dat je wel kan focussen op het nieuwe wat God geeft en waar vooruitzicht in zit. Die hoopvolle toekomst is er altijd. Ja.